Gelukkige nieuwe maan in Waterman. Het einde van een oud cyclus en het begin van een nieuw cyclus, geheerst door Uranus in Stier. Dus het gaat allemaal om de kennis en de intellect die je wel hebt en wat je daarmee doet om jezelf te evolueren. Hoe je jouw potentie volledig en het beste benut. En de zon die staat het verst van huis in Waterman, toch? Dus we kunnen ons allemaal een beetje raar, eigenzinnig, anders dan normaal gaan gedragen. Luister wat ik heb gedaan. Deze leeuw die eigenlijk nooit om hulp vraagt, heeft om hulp gevraagd. En gisteren ook een soort gesprekje, ja toch? En we hebben geconcludeerd, ik ga een persoonlijke vragenlijst invullen. En die laat ik ook invullen door mijn gemeenschap, mijn omgeving. Want ik denk dat ik mezelf ken, zou mezelf een 8 geven op het installeren van pruiken. Maar als ik het mijn moeder, die 2 goede collega's, mijn teammanager, mijn 2 broers in laat vullen, zeggen ze, dat is eigenlijk een 5, 6 max. Ja, en dan weet je wat je wel kan, waar je wel goed in bent en de wereld te bieden hebt. Wat je niet kan, wat je liever voor jezelf moet houden of verder moet ontwikkelen als je daarmee naar buiten zou willen gaan. Maar dat zeg ik om te zeggen dat het internet liegt. Ik weet niet wat dat is, maar iedereen doet tikkeri tikkeri tik enter. Oh, je bent hier zo goed. Oh, je bent... Nee, wees even eerlijk tegen jezelf. Je hebt zelf ook gewoon Google om in te gaan tikken en te gaan kijken en te zoeken hoe en wat. Nou, gebruik je real life Google. Gebruik je omgeving. Die jou ook van informatie kan voorzien die je zelf niet hebt opgedaan of gehad. Ik heb het hier de hele tijd over gehad, maar laten we beginnen met de aankomende week 7. Die we beginnen op dinsdag de 13e van februari, wanneer Mars met de dominante zin ik handel aankomt in Waterman. Met de dominante zin ik weet. Dus ik handel, ik weet, het is tijd om te handelen naar de kennis die je wel hebt. En als je het niet hebt, is het misschien tijd om in de schoolbank te gaan zitten en daar kennis over op te doen. Maar we sluiten deze maandag de 13e van februari af met Venus in Steenbok. Ik hou van bereiken. Zodra ik dit heb geüpload, denk ik. En dan maakt het iets in me los. In een vrouwelijke laatste sextaal met Neptunus. Dus ik droom van mijn geloven. Ik geloof in mijn dromen. En vrouwelijk dus van binnen. Hoe je jezelf daarbij voelt. Hoe je zelf met je energie daar naartoe gaat. Neptunus in vissen, toch? Ik dacht dat ik alles en iedereen kon vertrouwen. De mensheid heeft het beste voor me over. Hey, luister. Deze droom, deze illusie komt aan een einde. En het is tijd om het af te gaan sluiten dus. Maar doe dat met goede reflecties. Voorbeeld. Ik ben gesnitcht op werk. Ik voel me verraden. Ja, toch? En ik kan nou bij de pakken neer gaan blijven zitten. Zo van, je hebt me verraden. Je bent niet naar me toegekomen. Je bent me gelijk gepasseerd. Ja, toch? Ik ben een volwassen persoon. Je kan me gewoon aanspannen. Ja, ik heb in mijn hoofd gezeten. Maar uiteindelijk heb ik wel geconcludeerd van het feit dat jij bent gaan snitchen, heeft een ander gesprek in gang gezet. En dat gesprek heeft in gang gezet dat ik dacht, oh ja, Saturnus terugkomt, laat ik misschien even om hulp buitenaf gaan vragen. En dat doet me goed. En ik zou diegene wel willen bedanken, maar diegene heeft niks gedaan. Dus ik ben dankbaar voor de situatie, niet voor de persoon. Sluit het af met goede reflecties. Je hoeft niet per se voor mensen te gaan en zo, weet je. Like, wat ik zeg. Soms doen obstakels zich voor, maar die obstakel kom je alleen tegen omdat je onderweg bent. Als je stil had gezeten, was die obstakel er niet geweest. Dus, ben onderweg. Op naar woensdag de 14e van februari, wanneer Mars in een conjunctie komt te staan met Pluto. Pluto blijft vanaf november, na die retrograde, 15 jaar tenminste, in Waterman zitten. Dus Pluto, ik bemachtig, Waterman. Heeft de kracht van mijn intellect. Ik bemachtig mijn kennis. Ik bemachtig mijn intellect. In een conjunctie met Mars. Ik handel daarnaar. Ga je handelen of ga je stil blijven zitten? In eerste instantie mijn excuses voor het feit dat ik in een maandelijkse overzicht heb gezegd. Je bent een schaap, je bent een volger. Sorry, wereld van dualiteit toch? Je hebt leerlingen en je hebt leraren. Mijn favoriete astroloog die heeft me geblokkeerd. Want ik was vragen aan het stellen en ik was mee aan het doen en zo. Maar ik was een buitenstaander die naar binnen aan het kijken was. Want ze is Amerikaan. Zit niet eens op mijn tijdlijn of zo. Dus ik kon bij de pakken neer gaan zitten van... Ze heeft me geblokkeerd. Astrologie is niks. Net als hoe mensen... Ze verliezen een euro met beleggen. Beleggen is niks. Het is nergens goed voor Bill Gates en Warren Buffett zijn. Ik ga rustig doen. Maar... ik dacht, weet je wat, dan doe ik het zelf wel. Ik ben vast niet de enige in Europa die denkt, kon je dat niet 9 uurtjes eerder gaan uploaden? Dus ben ik het zelf gaan doen. Als ik het niet goed genoeg doe, geef me feedback. Je bent vrij om te praten en zo. Maar als je vindt dat ik het niet goed doe, ben je altijd vrij om het zelf te doen. Handel. Maar misschien moet je ook leraar en leerling wezen. Want ik was toen een leerling. Kijken, hoe pas je astrologie toe? Hoe lees je astrologie? Hoe werkt dat in zo'n community? Was niet mijn community. Wat ik zeg, buitenstaander die naar binnen aan het kijken was. Dus eigen oprichten. En het is tweetalig. Maar
Doe wat je moet doen. Weet welke rol je in moet nemen. En weet wat je welke. Summer Walker heeft mij ook geblokkeerd. Die muzikant, ja toch? Want ik zei tegen haar: het is niet schattig dat je kont eruit hangt. En toen had ze me geblokkeerd. Had ik mijn andere account erbij gehaald. Om te zeggen: het is niet schattig dat je iemand die welgemeende advies probeert te geven. Ook gaan blokkeren bent. Terwijl je kont eruit hangt. Lang verhaal kort. Ik luister niet meer naar haar. Maar ik heb wel geleerd dat je geen lijm op pruiken moet doen. Want ja, je haar is belangrijk, joh. Yo. En nu kan ik een ander in de hoofdlied waarschijnlijk leren van geen lijm gebruiken is niet goed voor je. Is niet goed voor je haar. Dit is prima genoeg. Doe normaal, je woont niet in Atlanta. Maar ja, ben je leerling, ben je leraar? Vul die positie en doe het goed. Op naar donderdag de 15e van februari, wanneer Mercurius in Waterman, ik denk aan mijn intellect, wat ik weet, in een mannelijke seksstal zou komen te staan met Chiron, de gewonde heler. En mannelijk is weer naar buiten toe of energetisch in ieder geval. Je moet even handelen in plaats van erop mediteren. Dus die gewonde heler weer en Mercurius. Ik denk. En Chiron, gewonde heler, ik heb deze issues, ik heb deze bij, ik heb... In een maandelijkse overzicht had ik dus verteld van... ik zou uit eten gaan met mijn moeder en mijn broer. En uiteindelijk stond het daar, begon te sneeuwen. Ik videobellen. Hey, waar zijn jullie? Ja, ik ben nog thuis. Oké. Dus we gingen het opnieuw doen. Ik durfde het opnieuw te doen. Het is mijn familie, weet je. En uiteindelijk weet ik van anderhalf uur later waren. Maar we waren er wel. We hebben goed gegeten. Maat van mijn broer tegengekomen, ja toch? Heel veel gelachen. Ik die kleine geleerd hoe die moest klimmen. Wist ik veel dat die anderhalf was. Maar hij weet hoe die trap moet klimmen. En ja, heel erg leuk gehad. Dus als Mercurius in die mannelijke seksstaal staat met Chiron, die gewonde heler van 15 minuten geleden wond, 15 jaar geleden wond. Stap even uit je hoofd, want je weet inderdaad heel goed. Stap even uit je hoofd en stap in het hart. Zorg ervoor dat je dingen doet met liefde. Want uit liefde ben je gegaan, toch? Ik hou niet eens van buiten zijn, maar ik was er wel twee keer. Denk aan die liefde die je hebt, die liefde die jou ook beweegt, die liefde die jou in beweging zet om over die wond heen te komen. Tuurlijk doet het pijn, maar als je er blijft, dan blijft het pijn doen, dus ga er overheen. Uiteindelijk komen we aan op vrijdag de 16e van februari, wanneer de maan in stier is, aankomt, is. Want bijna einde van Waterman seizoen, toch, aan deze week. Maar ja, eerste kwartier in stier. En dit is een gefixeerde square, een gefixeerd obstakel die zich opkomt doen. En Waterman, ik weet dat ik ben. Ik weet dat ik dit ben. En stier, ik heb dit gevoel. Luister. Ik ben Afrikaans, toch? Ik ben ook een Latina, maar daar gaan we het nu niet over hebben. Ik ben Afrikaans, toch? Ik weet nog dat ik in Limburg een keer aan het werken was en ik zeg, ik ben een Hollander. Want ik ben in Holland, Noord-Holland geboren. Ik ben in Zuid-Holland opgegroeid. En ik woon er nog steeds. En nou, ze hebben me vierkant uitgelachen, joh. Maar hoe kan BNR Nieuwsradio dan wel zeggen van een Nederlander die vier generaties in Zuid-Afrika woont, is wel een echte Nederlander. Wat zijn we ineens met twee maten aan het meten? Maar waarom zeg ik dit gefixeerd obstakel? Je bent in ieder geval onderweg. Die obstakel zou je niet tegenkomen als je niet onderweg was. Ik was denk van gewoon mijn intellect aan het delen en zo met mensen. En obstakelen, het is niet zo. Ik ben wel een Nederlander. Sorry daarvoor. Maar ja, vervolgens hebben we Mercurius in een mannelijke seksstal met de Noordknoop. Dus Mercurius nog steeds, ik weet. En de Noordknoop is de collectieve toekomst waar we naartoe groeien, waar we naartoe willen gaan. Zoals ik aan het begin van de maandelijks heb gezegd, om alles en iedereen hetzelfde te behandelen, moet je dat op verschillende manieren doen. Jij hebt een gebruiksaanwijzing, ik heb een gebruiksaanwijzing, praat eerst tegen mij in plaats van over mij. Ja? Maar weet dat van jezelf en pas dat ook toe. We zijn allemaal sociale wezens, klopt, maar we moeten allemaal op onze eigen manier opladen. Dus als jij zoiets hebt van ik ga me even terugtrekken, want ik weet dat dit niet goed is voor mij. Ga, je bent niks aan iemand schuldig. Ik word wakker met de zin, ik ben niks aan niemand schuldig. Je bent niks aan niemand schuldig, lieverd. Aan het einde van de dag, nou, later op de dag zal, ja, aan het einde van de dag zal Venus zich aansluiten in Waterman. Accepteer het nou maar. Het is wat het is niet wat het niet is. Weet je nog? Dus Venus, ik hou van. Waterman, ik weet. Je houdt van je kennis. En het is je goed recht ook, want het is jouw kennis, het is jouw ervaring, het is jouw leven. Doe en handel, maar voor jou. Zonder lijn.
En er zitten 5 kammetjes in, hè? Dus als iemand dit gaat trekken, ik ga mijn broer bellen, ik ga die andere ook bellen. Nee. Maar laten we deze week even afsluiten op zaterdag de 17e van februari, wanneer Mercurius in een gefixeerde square komt te staan met Uranus. Dus Mercurius, nog steeds super erg in de kennis. En Uranus, ik evolueer in wat ik heb. Maar er komt weer een square, een sextile. Het is eigenlijk net die eerste kwartier in Stier. Maar in plaats van met de zon en de maan is het met Mercurius en Uranus. Pardon. Ken jouw waarde. Weet jouw waarde. En laat het ook weten. Want ja, dat is mijn fout. Het is dom geweest van mij dat ik in een nieuwe omgeving denk. Oh, ik kan jou wel vertrouwen, want je bent gewoon een goed mens. Of ik weet niet waarom, we werken voor dezelfde persoon. Oh mijn god, ik ga zo meteen huilen. Maar ja, ik weet niet waarom ik dacht van, ik kan mijn vertrouwen in jou stoppen. Maar het is niet zo. Dus nu je beter weet, handel ook beter. Later op de dag zal Venus in een conjunctie... Ja, ik ben echt zo. Maar later op de dag zal Venus in een conjunctie komen te staan met Pluto. Durf alleen te gaan. Durf alleen uit te gaan. Want nogmaals, Pluto, ik ben machtig, deze kennis, Venus. Ik hou van mezelf. Ik weet wie ik ben. Ik weet waar ik wel en niet toe in staat ben. Durf dan ook voor jezelf te gaan en durf alleen te gaan. Want dit is jouw leven, dit is jouw wereld. En je leeft niet voor niks en je voor iets of iemand anders. Ja, toch? Ja, elke keer als ik naar buiten ga, dan kom ik mensen tegen. Maar je leeft niet voor hun. Dus doe wat je kan, doe wat je moet. En als anderen het fijn vinden, geweldig vinden, more power to you.